De eerste interland na het zo teleurstellend verlopen EK met een nieuwe bondscoach is begonnen. Roort. Goeie 1-2 met spitsen. Goed gespeeld. Van de Donk. Goed gekapt. Nou, Miedema. Dan is het hangen, ja. Zeer fraaie aanval van het Nederlands elftal. Ah, spitsen en Roort die elkaar ook meteen even opzoeken. Uitstekend uitgespeeld dit. Snelle 1-2 tussen Roort en spitsen. Roort die hem in één keer doortikt. Van de Donk. Ja, die denkt, weet je wat, ik ga even maar iemand die hem over het algemeen vrij makkelijker inschiet. Geen probleem voor Vivianne Miedema. Dat is niet best verdedigd. En dus hebben de Schotten de kans. En die scoren ook meteen. Doelpunt van Thomas. En uiteindelijk Emsley. Die bal erin schiet. Na de hele goede paas. Jansen zit daar helemaal verkeerd. Eerste keer dat de Schotten überhaupt in de buurt komen van het Nederlands elftal. En Emsley maakt dat zeer fraai af. Goed van Groene, geen overtreding. Nou, Van de Donk op weg naar de 2-1. Maar ze schuift hem naast. Uitstekend werk van Jackie Groene. Had hier beloond moeten worden met de 2-1. Roort, makkelijk langs. De voorzet op Miedema. De kopbal van Miedema op de lat. En dan zit de rebound er ook niet in voor Van de Donk. Die intussen toch wel een doelpuntje had mogen maken. Misschien wel twee. Voorzet van Roort is goed. Ja, de kopbal is dat ook. Net op de lat. Dan krijgt Van de Donk de bal niet laag genoeg. Roort. Het zijn er 3 in de 16. Ze kiest, ja, eigenlijk voor niemand van Oranje. Miedema krijgt dan bijna de bokken door van de Schotten. Heeft de bal. Ja, haalt uit. En dan gaat hij net naast van richting veranderd. Geen geweldige voorzet, maar het uitverdedigen van de Schotten laat dan ook de wens over. En ja, dan krijgt Miedema nog een schietkant. Corner nu eens een keer kort genomen. Niet heel veel varianten gezien bij Nederland. Uiteindelijk brengt Spitsen wel weer voor. Asparij zoekt het moment om de bal voor te geven. Miedema, klaarleggen. Spitsen, het schot lekker, maar de redding is daar ook. Rebound voor Van de Donk. Krijgt hij hem nog voor. Het wordt even noteren dus, want er staan er 6 klaar in totaal. We zien ook Olieslagers daar staan. Kalma voor haar debuut. Nouwen, Brugts, Damaris en Pelova. Weer. Oeh, bal half verlengd en dan valt hij goed voor de Schotten, maar zit Van Domstra er nog tussen. Jansen kreeg die bal niet lekker weg. Dan blijft hij wat hangen en lijkt hij voor het inkoppen. Voor de tweede voor Emsley. Spitsen. Bal goed verlengd, maar ook goed gekiept. Nou, Gibson heeft al een paar goede reddingen verricht. Dat was bijna de eerste voor Kalma in Oranje. Kalma legt klaar. Goed. Pelova. Schot van Pelova op de paal. Daar was bijna nog de 2-1. Kalma, die weet dat ze zelf niks met die bal kan. Legt hem dan toch wel lekker neer hoor voor Victoria Pelova. En met de uithaal is niet heel veel mis. Maar hij is wel mis. Pelova. Jansen heeft de ruimte. Jansen krijgt de bal. Wilms sluit aan. Kalma is er nu ook. Jansen. Van richting veranderd. En op de lat valt hij erin. En is het uiteindelijk Kalma die volgens mij het laatste zetje geeft. Ik denk niet dat hij daarvoor al zat. En dan is dit dus het droomdebuut. In een droomweek voor Fenna Kalma. Ook in Oranje. Zoals ze al zo vaak mocht doen in de Eredivisie. Nu eindelijk die kans in het Nederlands elftal. Bij haar debuut, haar eerste doelpunt. Zoals je eigenlijk ook wel van Kalma mag verwachten. De eerste interland onder de teruggekeerde Andries Jonker.
Met dank aan een debutant. Niet helemaal een debutant, dus Jonker. Maar hij is in ieder geval wel geholpen door een echte debutant. Fenna Kalma in wat toch een van de mooiste weken in haar leven zal zijn.